is vanavond FC Groningen tegen de Graafschap. De nummers 4 en 6 in de keukenkampioendivisie tegenover elkaar. Het is de topper van deze speelronde. FC Groningen 54 punten. Slechts 1 punt minder dan Roda JC. En slechts 1 punt minder dan ADO Den Haag. Meta staat alweer erg hoog. En datzelfde geldt voor Bakuna. Hier is zomaar ineens de kans voor Van Bergen. En de redding in de korte hoek van Jansen. Serieuze mogelijkheid om de score te openen voor Tom van Bergen. Beetje gelukkig zoals de bal van richting wordt veranderd. En dan valt hij voor de voeten van Van Bergen. Dat had hem al kunnen zijn voor Groningen. Van Bergen. Valente, Postema is ook mee. Daar gaat hij. Luciano Valente. Postema, dat moet hem zijn. Postema, daar is hij. Zesde minuut. En Groningen razelt snel op voorsprong. Wat een ruimte ligt er op de helft van de Graafschap. Groningen profiteert er optimaal van. En weer scoort Romano Postema. 3 doelpunten vorige week in de wedstrijd tegen MVV. En een hele snelle nu dus tegen de Graafschap. Hier is de Graafschap alweer. Voor een eventuele snelle gelijkmaker. Maar het schot is krachteloos. Wordt wel geduwd in de rug bij Jadier. Maar die duw wordt niet gezien. Of in ieder geval niet bestraft door scheidsrechter Oostrom. Door Fortes, maar alweer onderschept door Meta. Schreuders in de drukte. Handig weggedraaid door Van Bergen. Schreuders en de volgende kans op Postema. Redding Thijs Jansen. De vlag voor buitenspel bleef omlaag. Dit had de 2-0 moeten zijn voor FC Groningen. Zeker geen buitenspel hier voor topscorer Postema. Maar erg snel naar de bal toegekomen, Thijs Jansen. En weggehaald door Schenk. En dat was nodig ook. Nu mag de Graafschap omschakelen. Geen hands van Suntjens, Brittijn. Hij is sterk verdedigd door Peersman. En dus kan Groningen weer in de aanval. En deze paas is ook goed. Weer een kans op Postema. En nu wel 2-0. Dat gaat ontzettend snel, zeg. Weer is het raak voor Postema. Zojuist dus nog die 100% kans laten liggen. Deze paas is fantastisch van Peersman. Echt geweldig in de loop bij Postema, die nu wel scoort. De zwaktes van de Graafschap worden door FC Groningen echt volledig blootgelegd. Als de Graafschap in balbezit is en hem verspeelt, staat het totaal niet goed opgesteld. Zeuntjes. Warmerdam. Colijn. Daar is de Graafschap met Fortes. Zeuntjes kiest positie. De voorzet is goed. Zeuntjes, wat een goede kopbal zeg. Zo is de Graafschap eigenlijk uit het niets terug in de wedstrijd. Hele goede voorzet van Fortes. Zeuntjes. Rente heeft hem wel gezien, maar doet niet veel. En Zeuntjes zorgt voor 2-1. Zijn eerste doelpunt sinds eind januari. Vrije trap, Alexander Buettner. Schenk is mee, Fortes ook. Wel vrij gunstig voor Warmerdam en dat scheelt niet veel. De bal werd al van richting veranderd, dus het wordt een hoekschop voor de Graafschap. En Zeuntjes 2-2. Dat is nog eens veerkracht tonen wat de Graafschap hier in Groningen doet. Twee keer dus. Via Ralf Zeuntjens. Heerlijk getimed door de spits van de Superboeren. Meta wint eens een keer een duel, dat zie je niet zo vaak. En de paas daarna is weer goed op de snelle Van Bergen. Aansluiting is er ook snel, Van Bergen. Goede passeerbeweging. Schijnbeweging hier, buitenkant schoen geschoten door Hoven. En bijna staat FC Groningen weer op voorsprong.
Nu de hoekschop voor de Graafschap. Blokzeil is Suntjes kwijt. Scheidsrechter, dat is een overtreding. Suntjes kijkt eens achterom. Maar scheidsrechter Oosterom grijpt niet in. Suntjes probeerde los te komen van zijn directe bewaker. En wordt daar vastgepakt. Heel veel contact is er nou ook weer niet. Maar Blokzeil speelde daar wel met vuur. Het publiek is vanavond echt niet voor niets naar de Euroborg gekomen. Want het blijft op het puntje van je stoel zitten bij deze wedstrijd. Valente. Valente. Goal! 3-2. Het lukt de spelers van de Graafschap uiteindelijk niet om Valente van de bal af te krijgen. Het lukt Fortes niet, die zich voorbij laat lopen. Colijn met een klein duwtje. Warmerdam probeert een blok te zetten, maar is te laat. En Valente kegelt hem binnen in de verre hoek. Nu de hoekschop van Duarte. Heerlijke bal en een vrije kopkans voor Peersman. En eerlijk gezegd moet de verdediger van FC Groningen daar meer mee doen. Kopt de bal recht op Jansen af. Vindt hij hier wel de hoek, dan is het 4-2. Warmerdam. Toch weer Groningen. Met Van Bergen. Van Bergen. En Postema bijna nog. Jansen heeft hem. Hier valt de bal wel goed voor de Graafschap voor Hassan. Maar zijn inzet. Zonder overtuiging. Wel geplaatst. Maar zonder kracht geschoten. De Graafschap leeft nog. Helemaal omdat er zo dadelijk 5 minuten bij komt. 5 minuten extra tijd. Fortes. Blokzeil en Duarte lopen elkaar in de weg. Kans Warmerdam. Botsing na de redding van Jurjes. En aan de andere kant is de keeper van de Graafschap ver uit zijn doel. En doet hij dat voortreffelijk, Thijs Jansen. En is deze bal voor Jurjes. Wat een spektakel in 20 seconden tijd. Ook in de laatste minuut van de wedstrijd is het genieten geblazen. Warmerdam krijgt de kans na het misverstand achterin bij Groningen. Peer naar voren van Jansen die wegglijdt. En dan kan Groningen oppikken en misschien zelfs nog wel een doelpunt gaan maken. Schreuders, Postema kiest positie, dat doet ook Van Bergen. Hier is Van Bergen, Postema mag het afmaken en doet dat. 4-2. Over en uit. De punten zijn voor Groningen. Weer een hat-trick voor Romano Postema. Net als in de wedstrijd tegen MVV. Weer mag Postema de bal mee naar huis nemen. Een mooi slot van een mooie avond voor FC Groningen en Romano Postema. Weer een overwinning voor de ploeg van Dick Lukien. En in deze vorm lijkt FC Groningen toch met volle overtuiging op weg naar de Eredivisie.